Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik loop midden op de weg. Mijn naam is Marco Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. En ik ben vandaag in Haarzuilens, want we gaan zo meteen in het mooiste, het grootste kasteel van Nederland mogen we een kijkje nemen. En dat is heel bijzonder. Marja is mee van Amuses, Dutch Girls in Museum Danielle. En Jen van Jens Looking Glass is ook mee, dus jullie zo vanzelf voorbij komen. Maar kijk gezellig mee, want we gaan naar binnen. Ja, en het is heel bijzonder, want voordat je deze vlog gaat kijken, altijd even liken, laat een leuke reactie achter. Vooral ook als je bent geweest, hè, laat me het weten. Maar het is heel bijzonder, want het kasteel zie je daar in de verte. Daar gaan we ook naar binnen. Maar het is oprecht nog van een familie. En zij hebben ook een woonadres hier, een groot huis. En dat is normaal besloten voor bezoek, maar dit is dit jaar voor het eerst open. En daar mogen we binnenkijken. En het publiek ook trouwens. Maar goed, dat is bijzonder. Dat gaan we vandaag doen. Daniel heeft er zin in. Helemaal leuk. Yay! We zijn er allemaal gezellig. We hebben er allemaal zin in. Nee, precies. Maar het is open toch? Jawel. Ja. Oh, we moeten eerst even foto's maken. Oh, dat stond niet eens meer op het scherm. En dit is alleen maar de entree. Hier, wauw. Dit is letterlijk alleen de entreepoort. Oh, mijn muts. Nou, even dit opmaken. In het Châtelet, wat dus door de familie nog gebruikt wordt. Het soort van woonhuis naast het kasteel. Ja, en we zijn ook binnengekomen, maar je ziet daar ook de kapstok die nog gewoon gebruikt wordt. Niet door ons, maar door de familie. En dan hier hebben we even gewoon een badkamertje. Gewoon even casual. Het is een heel groot bad. En toen het gebouwd werd, was er al stromend water en een verwarming gewoon hier. Gewoon aan de douche. En hier is dan de rode kamer. Die ook nog gebruikt wordt door de dochters van de barones, als die hier slapen. Dus je hebt hier gewoon een prachtig mooie bed. En dan mogen uiteraard niks aanraken. Prachtig mooie lampen. Wauw. Dus dit is de eerste, de rode kamer. Nou, mijn muts matcht helemaal. Ik vind het helemaal leuk. Nou, we gaan eens even verder onderzoeken. Waar wil je voor altijd blijven, Jen? Hier. Serieus. Forever. In dit ja, vensterbedje. Ja. Kijk nou, en dat uitzicht. Hier zie je de tuin. Ik heb ook wel zo van zo'n hoekje. Of mijn stoel. Ja, ja, dit is dus de blauwe kamer, omdat blauw. En net zagen jullie al de groene kamer. En met een soort aangeleinde badkamer. Oh my god. Weer zo'n enorm prachtig bad.
Dit is wel echt... Dit is gewoon mijn huis. Dit is zo groot als mijn huis, deze badkamer. Normaal. Niet normaal, kijk dan. Ja, en hier mag die familie dus nog steeds gebruik van maken. En dat doen ze ook. Dus dat is echt heel bijzonder. Wauw. Heel raar dat je dit in je familie hebt nog. Als ik dit even een testje in de vlog. Ik heb geen idee. Als je dit hoort of ik een microfoon heb, maar heb ik geen microfoon. Nou, we gaan gewoon door, want wij gaan... Het is weird. Wat? Je zat echt, jij zei iets en het kwam zo in mijn hoofd. Het kwam in, ik zit in je hoofd. Ja, komt dus hier, we zijn nu net naar boven gelopen. En hier was de trap, hier was de trap. Ik kom binnen en dit is dus blijkbaar de ivoren kamer. Omdat baron Thierry hier altijd gebruik van maakt. Maar die, de ontwerper van dit heeft ook, ze zit allemaal in deze spiegel, zit allemaal ivoor. Maar ook ja, hier in het bed, je kan het zien, het is echt een prachtig detail. En ja, het één favoriete sport. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. I only play golf on days that end with why. En je ziet ook de golfclubs nog gewoon staan. Hier, het is alsof er ieder moment nu gewoon iemand kan binnenlopen van hey, ga eens uit mijn slaapkamer. Ook hier, je hebt gewoon ja, je badjas. Maar ook hier, die ritual zeg maar, gewoon toiletpapier. Dus het is echt, dat maakt het châtelet zo raar. Het is alsof er iemand elk moment kan binnenlopen met... En het is enorm. Kijk hoe groot dit bad is. Ja, het is echt... Kijk hoe... De details hier. En de prachtige lichtinval. En dan het uitzicht ja, over de tuin. En daar met het hoekje is dan de, het kasteel. Prachtig. Kom je langs de Portugese kamer, waar alles, het voelt een beetje goud ook. Een prachtig mooi desk, prachtig uitzicht ook. En we gaan nu door de, neem nog even een prachtig blik. We gaan door de badkamer. Waarom zijn al die badkamers groter dan mijn huis? Ik vind het echt totaal niet, ik vind het echt helemaal... Misschien zoeken ze een huisvriester. Ja, precies. Nee, dus prachtig ook weer dit. Ja. We zijn nu iets verder in het gebouw en zoals je ziet, kinderkamer. Echt, overigens zie je knuffeltjes en het is heel schattig. En dit is net waar we zijn aankomen lopen, zeg maar. Hier is de aanlooproute, zeg maar. En ja, het lijkt van binnen veel groter dan het van buiten is, zeg maar, of zo. Ik heb nu echt het idee alsof ik in iemands slaapkamer ja. Maar heb je deze K3? Oh my god, K3, love it. Represent. Dat zou wel kunnen. En ik vind dit ook hier Sagittarius. C'est moi. Boogschutter. En wat is dit dan weer voor... Dat is een soort geheim in de muur deurtje. Dat is het raam. Nee, dat is de gang daar toch? Ja, maar een soort door. Hè?
Kijk. Nee, er zit een raam. Oh, oké. Okay. Nou goed. Hele schattige kinderkamer dus. En dit is waarom onze vensterbank een vensterbank heet. Dit is echt een vensterbank, ja. David de Kwaad. Die zit in de vensterbank. Oh ja. Dus dit, ja dit. Oh, het is zo, ik vind het zo raar om te zien. Alsof het, ja. En dit is dus het nieuw gedeelte, zeg maar. En hier, dus als je hier de trap loopt, dit zou dan als het is de toren zijn, zeg maar. Ja, nu zitten we ongeveer boven de ingang, zeg maar. Je kan het hier wel zien. Kijk. Hier zie je het poortgebouw van het poortgebouw. En hier rechts is dan het kasteel. En dit is duidelijk nog een kinderkamer. En je kan dus zien dat het nog wordt gebruikt. Want ja, I mean, de Minions is natuurlijk gewoon van nu. Dus het is, ja, alsof er gewoon elk moment iemand binnen kan. Het is heel raar, want de gang zit in de kamer. Heel raar dat je zo alsof iemand elk moment binnen kan lopen. Handdoeken met een eigen ding erop. Hier het bad. En dit is dus de kamer van Alexandra. Die wordt ook nog echt gebruikt. Een soort all-in-one. Geborreld. De flessen zijn namelijk vrij leeg allemaal. Ja, ze worden echt. Het is dus de hoge salon. De party room. Hier. Kijk. Er wordt gelijk meteen geparkt. Kijk hoe hoog het hier is. Ja, dit is echt... Super leuk dagje uit. Volgens mij als je dit gaat bezoeken. Ook als je het kasteel hebt gezien, is dit echt een nieuwe. Hoe heet het ook weer van die dingen? Nee, ik vind het echt als je dit. Ook al als je het kasteel al hebt gezien, vind ik dit echt een leuke toevoeging om toch nog een keer te doen. Ben ik oprecht. Omdat het maakt het gewoon wat minder geschiedenis en wat meer. Ja, een echte huis, zeg maar. Ja, leuk. De luchtbrug en je ziet hier, dit is zeg maar, we gaan nu echt naar het kasteel in. Dus ja, wauw. Tip, want dit is eenmalig dus open. Once in a lifetime chance voor het publiek om dit te bezoeken. Dus, oh, we gaan nu echt het echte kasteel in, zeg maar. Nou, we zijn nu... in het kasteel, in de kelder. Normaal doe je ook eerst het châtelet en dan het kasteel, volgens mij, toch? Weet ik niet. Je eerst het kasteel en dan het châtelet, andersom. Ja, maar niet uit. Ja, nou ja, goed, dat maakt het niet uit. Als je hier komt, dan merk je het zelf wel. Je komt hier binnen. Dit is echt na de kassa al. En dan heb je hier de kluiskus. En dat châtelet bij is net super mooi, super interessant. Ik heb het kasteel al een keer gezien, maar nog nooit gevlogd, dus ik zal jullie meenemen. Maar het is heel leuk. En hier zie je dan de stallen, zeg maar. We zijn nu in de kelder. Hierachter is de keuken, geloof ik. En ja, hier begin je met de introfilm, waarschijnlijk over de familie van Zuilen. Want in 2003-2005 hebben ze het dus echt volledig verkocht aan de familie, of aan de stichting, met nog dus gebruiksrecht. Dus vandaar dat ze er af en toe nog zijn.
Maar goed, ik ga jullie meenemen, want het is echt een heel bijzonder kasteel. En heel veel verhalen. En er is echt, zoals ik altijd alle vlogs zeg, weer genoeg te zien en te kijken. Dus kom het vooral ook zelf doen. Maar goed, dat is het kasteel in. De ontvangsthal, de grote hal. Ja, dit kan ik volgens mij niet eens op een vlog laten zien. Dit moet je echt zelf zien. Dit is zo bizar. Hoeveel verdiepingen zijn het? 1, 2, 3. Ja, ik zeg maar 3, maar het is zo groot. Het is echt bizar. Prachtige, mooie ontvangsthal. Ja, dat is niet te doen. Dus mensen moeten het gewoon lekker zelf komen kijken. Maar het is echt heel bizar. Zoveel details als je ziet. Nou goed, we gaan de rondleiding verder doen. Of de rondleiding, we gaan zelf kijken. Je komt hier binnen, het is echt 3 verdiepingen, een grote hal. En zijn dit niet aanraken. Misschien zijn dit wel de familie. Het is ook trouwens heel leuk voor kinderen, dat moet ik wel zeggen. Ze hebben in het Châtelet een speurtocht, maar ook hier. Gewoon omdat het zo groot voelt, is het, en er zijn gewoon heel veel grote, veel verhalen te vertellen. Dus dat is echt ook een tip met kinderen. Moet je kinderen wel niks kunnen aanraken. Dus bedenk even of je kinderen dat kunnen. Maar het is zo groot en zo mooi, dat is echt heel bijzonder. Als je ziet hoeveel details er hier in deze aula zijn. Dus dat is echt Hey, dit is net als IKEA hier. Dus je moet even de nummertjes onthouden. En dan aan het einde kan je zeggen wat je meeneemt. Kijk, dus net waren we hier. Je hebt een beetje tegenlicht. Kijk, dit huis waren we net. Châtelet. Nu zijn we over deze luchtbrug hier beneden. Ja, ik weet niet of het een luchtbrug is, maar zo. Hierheen gelopen. En dit is het dus. Ja, wij zijn dus net via de zijkant zo binnengelopen. Maar normaal komen we dus hier binnen bij de vierde voorkant. En dit is dan het hele kasteel wat je kan bezoeken. Dus dat is een flinke kasteel. En dit is overigens gemaakt van suiker. Maar dit is de eetsalon. Kijk. Wauw. Prachtige wandkleden. Gedekt alsof het zo... Alsof we zo kunnen aanschuiven. Ja, elke dag is speciaal. Ik dacht dat er iemand mensen waren hier, maar er is een video over waarschijnlijk de familie, denk ik. Draai om. Hey. Now we consider this place now. So it doesn't really make that big a difference. And the fact that we are still allowed, and even they want us to come as often as possible, it's huge. The one person I really would like to talk about is a person who probably was the biggest influence. Ja, die familie is er dus natuurlijk nog gewoon. Dus En dit is de bibliotheek. Okay, oh, ik zie allemaal boeken hier, inderdaad. Wauw, jongens. En ze had been born. Her father had been my great-grandfather's register, and she had a link to this place which was a blood link.
dit is eigenlijk wel heel bijzonder, want dit is dus de balzaal hier. We gaan hier trouwen. Ja, het is een prachtige ruimte, maar kijk, dit soort van enorme gedetailleerde piece, heel erg barok. Maar kijk hoe groot dit is en hoe prachtig mooi dit plafond is. Het is echt prachtig mooi. Het is echt heel bijzonder om hier te lopen, zeg maar. En hoe leuk is dit? We hebben nog geen lookalikes van mij gevonden. Dat gebeurt ook heel vaak in Gouda. Nee, we hebben nog waarschijnlijk 600 kamers. Dus. Nee, ik lijk altijd meer op de Engelse afstammeling, blijkt het. En nu de Ede is mijn dubbelganger, maar het is ook Duitsers, lijk ik heel erg op het Engelse, dus het is meer die hoek. Wat hebben we nu? Een badkamer? Wat is dit? De kapperzaak. Oh, de kapsalon. Ja, nou. Ik had het idee dat ik moest bukken, maar dat... Nee. Oh, hallo. 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 Mijn vlogcamera is leeg, dus ik ga even door met de telefoon, gelukkig. Merken jullie verder in de vlog niks van, als het goed is. Maar goed, dit is de slaapkamer van Gabrielle. Ze is bejaafd en totaal niet bang. Zij was in die vlog of in die video net in de bibliotheek, maar dan... Dit is de jonge versie. Een knappe vrouw. Ontworpen voor Yves Saint Laurent. Vijf studenten wonen. Deze of zo. En dit grenst dus aan de torenkamer van de slaapkamer. ja, prachtig. En de rest van het kasteel is helemaal in stijl van Pierre Cuypers. Maar de baron en de barones wilden niet dat het werd gebouwd in die stijl. Dus... Vandaar dat dit wat afsteekt bij de rest van het kasteel. Paleis, slot, kasteel.
kitchen met enorm veel pannen en alles wat je nodig hebt om te koken. Heel groot. Je eindigt ook in de keuken, helemaal beneden in de kelder. We zijn nu weer in een giftshop. Ik ga eens even kijken, maar ik sluit zo de vlog af, jongens. Nou, dit was Kasteel De Haar en het Châtelet. Wat vonden we? Een aanrader. Ja, toch? Zeker niet in het echt. Toch? Geweldig. Het Châtelet was echt bijzonder. En tot juni heb je de kans. Het kasteel blijft waarschijnlijk altijd open. Maar het Châtelet is alleen nu. En ik vind dat wel een toevoeging eigenlijk. Ja. Zoals je een keer een dagje niks te doen hebt. Vooral met weer als dit. Dus we gaan nu even naar de koets. Het koetshuis. Het koetshuis. Want we gaan nog even lunchen hier. En ik ben heel benieuwd wat we daar te maken. Maar het is prachtig. Ik vind het toch zielig om daar die bomen te zien liggen die allemaal zijn omgegaan tijdens die storm. Ik heb het wel. We gaan even naar de zon zitten. Koetshuis. En zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doei.